Nou, Breda dan, want daar is gistermiddag een studenten verkracht in haar studentenhuis. Het gebeurde in de Keizerstraat en de politie die is nog op zoek naar de dader. Aan de telefoon nu Desiree Brabers van de politie. Goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u vertellen wat er precies is gebeurd gistermiddag? Ja, we hebben rond 5 uur kregen wij de melding van een ernstig zedenmisdrijf inderdaad in de Keizerstraat. We zijn daar naartoe gegaan, troffen in de woning het 22-jarige slachtoffer aan. Uiteraard gaat de eerste zorg naar het slachtoffer toe. We hebben in het kort met haar gesproken. Rond 4:30 vertelde zij, stond er iemand aan de deur. Ze opende de deur. Stond toen oog in oog met een voor haar onbekende man. De man had een steekwapen in zijn hand. Hij dreigde haar en duwde haar de woning in. In de woning is zij seksueel misbruikt. Rond 5 uur heeft deze dader de woning verlaten. Zoals je al aangaf, Keizerstraat is in het centrum van Breda. En we hopen dat getuigen die mogelijk deze man gezien hebben, voorafgaand of daarna, contact met ons opnemen. Ja, weet u hoe het op dit moment met het slachtoffer is? Ja, het is niet goed met het slachtoffer. Dit is een zeer ernstig misdrijf. We nemen het ook heel hoog op. We zijn gisteren gestart met een uitgebreid technisch onderzoek in de woning en een beperkt buurtonderzoek. Wat ik al aangaf, de eerste zorg is voor het slachtoffer. Dus we hebben gezorgd dat zij in ieder geval goed opgevangen werd. En in de loop van vandaag en morgen wordt er uitgebreid met haar gesproken. Ja, nou gebeurde het dus gistermiddag tussen 4:30 en 5 uur in de Keizerstraat. Dan is het normaal druk zo in de binnenstad van Breda. Heeft u enig idee hoeveel ooggetuigen zijn geweest? Nee, we zijn op dit moment nog niet in gesprek geweest met mensen die ons andere aanwijzingen kunnen geven. Vandaar deze oproep misschien nog een keer. Het gaat om een man van een jaar of 40. Hij is kaal, ongeveer 1,80 meter. Is rond 4:30 in de Keizerstraat de woning binnengegaan. En rond 5 uur is hij daar vertrokken. Ja, we hopen dat iemand aanslaat op dit signalement en met ons contact opneemt. Oké, Desiree Brabers van de politie, dank voor je toelichting.